Luc, wat is je opgevallen, jongen? Amerikaans president Obama heeft weer eens een keertje bewezen dat hij echt Mr. Cool is. Tijdens een lange speech stond een meisje achter hem en die trok het eventjes niet meer. Ze viel flauw en toen, ja, greep Obama in. To free families from the pervasive fear that one illness... There you go, you're okay. I'm right here. I got you. Yeah. No, you're okay. This happens when I talk too long. Heeft hij goed gedaan, hè? En in Nederland is minister Schippers bezig met de strijd tegen de cosmetische industrie, hè? Want je gezicht laten straks spuiten, dat lijkt misschien leuk, maar dat is het niet altijd. Ik zie heel veel programma's op televisie met heel veel succesverhalen van mensen die heel tevreden zijn en vinden dat ze veel mooier worden. De mislukkingen, die zie ik nooit op tv. Ja, ze heeft kennelijk niet gekeken naar de televisiegala, maar goed, ze heeft wel een punt. Kijk bijvoorbeeld naar deze jongen. Op wie lijkt hij, Umberto? Op wie lijkt deze jongen? Justin Bieber. Ja, inderdaad, ja. En daar heeft hij $100.000 aan besteed de afgelopen 5 jaar. Hij is een enorme fan van Justin. Hij lijkt wel, want ik zag het wel meteen. Jawel, hey, toch? Joh, een lelijke versie. Ja. Nee. Ja. Het zijn die wenkbrauwen en zo, maar hij heeft nog wel wat nodig. Namelijk een kaakcorrectie en een neusoperatie. En dan lijkt hij helemaal op Justin Bieber. En het schijnt te helpen, want hij is namelijk al uit een slijterij gezet. En dat vindt hij heel erg leuk, want dan lijkt hij weer wat jonger. Hij is 33 jaar, deze Toby. Ja. Dan Arnold Schwarzenegger, die had ook een heel raar weekend. Er gaan geruchten dat hij misschien wel president van Amerika wil worden. Maar dan moet wel even de grondwet worden aangepast, want hij is niet in Amerika geboren. Nou, en ik denk dat kan zomaar gaan gebeuren, want het is Arnold Schwarzenegger. Dat is niet een of andere raaskallende idioot die een weekend besteedt om gekke filmpjes op internet te zetten. I hope you leave enough room for my fist, because I'm gonna ram it into your stomach and break your goddamn spine. What the cook it down? Now! Who is your daddy? What does he do? Yeah! Ja, één weekendje. En toen zat ik toch op YouTube. Toen ging ik een beetje verder klikken. Je weet hoe dat gaat. Voor je het weet is het maandagochtend, moet je weer aan het werk. En toen kwam ik op een site met allerlei wereldrecords. Onder andere deze stond daarop. Oké. Okay. Jeez. Ja, dat doet pijn, hè? En toen dacht ik, wie zou dat nou kunnen hier in Nederland? En eigenlijk kon ik maar één persoon bedenken. Ja. Leer mij dit, Umberto. Leer mij dit, alsjeblieft. Wil je het leren? Graag. Nou, kom staan dan. Ga staan. Ik zit vast aan de draad. Maak hem los. Maak hem gewoon even los. En ga staan. Ja, mag ik los? Ja, natuurlijk. Maak hem los. Maak Luc los. Ja, jongens, maak hem gewoon los. Je hebt hier geen geluid nodig. En ga staan. Ja, kom op. Hup. Niet zo. Hup, snel. Ja. Kijk, het enige... Dat is de camera, Luc. Dus ja, moet even... Het enige wat je doet alsof je valt en je vangt je op je armen. Okay. Dat kan jij. Yeah. Ja? Dus ik tel af. 5, 6, 7, 8 en val. Hartstikke zwaar. Knap van je. En dan met een beetje meer souplesse, Luc. Blijf oefenen. Geef hem een applaus, Luc Iekink.